Goedemiddag, we zijn op bouwbezoek in de schuur bij de Loef. En we zijn bij... Maf, mooi. Natalie, je bent ook druk aan het verven, aan het schilderen? Ja. Gaat het goed? Ja, dat weet ik niet. Heb je er vertrouwen in dit jaar? Jawel, maar we moeten nog wel een hoop doen. Wat wordt jullie zin op de wagen dit jaar? Wie en wat ga je uitbelen? Jullie zin. Komt-ie. Joep? Zal er in het moesland een Russisch regime worden gedoogd wanneer de clubs van hun bewegingsruimte worden beroofd? En wat willen jullie daarmee uitbeelden? In het moesland komen er voor clubs steeds meer regels waaraan zij zich moeten houden. Zoals geen harde muziek op de wagen, maximaal 85 decibel. Niet te veel drank tijdens de optocht. Wagens moeten via mankracht voortgedreven zijn. Verplicht een brandblusser in bezit hebben, etcetera, etcetera. En nou is de discussie van de hoogte. En ja, daar doen we het eigenlijk over. En dat beelden jullie uit door een compleet... Ja, een Russisch wagen te maken, zeg maar. Qua Russisch regime. Nou, ik ben heel benieuwd hoe jullie dat uitbeelden, want dat wordt natuurlijk iets heel moois. Ook een goede show voor de wagen? Ja, we hebben al vlaggen gemaakt. En er komen mensen weer die voor de wagen zwaaien. Verder weet ik het eigenlijk niet. En Russische dames en heren achter de trekstang? Heel Russisch. Heel Russisch? Heel Russisch. Gijs, ben je naar de kapper geweest? Ja, even. Draait wij gsm? Waar staat het nou voor? De prins en de grootvorst. De prins en de grootvorst? Genoeg? Waar staat het voor? Nou, twee varkens. Hey jongens, ja, een week nog te gaan en dan is het zover. Redden jullie het? Ja, we hopen dat het een keer lukt, want... Vorige jaar is het nog nooit gelukt, zeg maar. Beetje... Om helemaal op tijd de wagen compleet af te hebben. Maar je zei net, voordat we begonnen met filmen, van zover zijn we nog nooit geweest. Nee, dat is waar. Dus ik hoop dat het lukt. Ik hoop dat het lukt. In de bouwschuur nog steeds bij de Loef, maar bij een andere club. En we zijn bij... WDO2. WDO2, ja. De fusieclub van vorig jaar. Ja. En dat heeft natuurlijk gigantisch veel bouwers opgeleverd, Bas, of niet? Ja, superveel. Echt, rijst de pan uit. We hebben af en toe mensen naar huis toe moeten schuppen, omdat er zoveel waren. Ja, die konden niks doen meer. Ja, ik heb zo... We zijn al allemaal te werken en ja, dan loop je allemaal elkaar voor de voeten en ja, dat schiet allemaal niet op. Joh. Eigenlijk hebben we een luxe probleem. Ja, zo makkelijk. Dus dan toch maar weer hoofdzakelijk de wagen met z'n tweeën gebouwd, Schelly? Ja. Gij zult geen reclame maken. Wij doen het over de nieuwbouw in het moesland. Als zin hebben we alles en iedereen aan de kant voor de nijbouw in het moesland. En ja, we hebben ook bouwvakkers. We hebben hiervoor een cementvrachtwagen. In het midden hebben we een scheidsrechter van DOW. Die geeft de rode kaart, omdat DOW waarschijnlijk moet verdwijnen. En daarnaast zit een boerke. Die wordt ook steeds vaker weggekocht en er worden huizen op het land neergezet. En daarachter hebben we een grote bulldozer die douwt alles en iedereen aan de kant. En die rijdt over een bult zand heen. En
Daar komt dan nog een bouwvakker bovenop te zitten. Gij zult niet drinken uit flessen van glas. Als je nou moest maandag, 's morgens, hoeveel komen er dan aan die gaan lopen zoeken van welke wagen zou van ons zijn? Nou, ik denk geen één, want we moeten de munt ophalen en ik heb bij mij voorgenomen dat ze die hier op moeten halen. Heel slim, dan weten ze niet wel welke wagen ze moeten zijn. Nee, dat is het. Wie vanuit een andere club zou jullie nou eigenlijk bij jullie club willen hebben? Ik geloof dat Anko Verkraai die kan wel redelijk snel plakken. Dus Anko, kom maar bij ons. Ja, ja, dat is duidelijk. Schelly, ja. Waarom? Joep? Ja, een van de beste bouwers in het Moesland. De buren, Bas en Schelly. Bas en Schelly. Ja, dan hebben ze ook een club die wel kon bouwen. Dus misschien hun ook wel... We kunnen maar thuis blijven. Onze stagiair, hè? Bami. Bami? Ja, die heeft ons pas meegeholpen en die doet ook goed. Eppo. Die kan heel mooi vormen, die bij Willem Deurmalt heel mooi gevormd. En daar doet hij eigenlijk niks. Ze doen mee met Ontiegelijk, maar hij doet eigenlijk niks en die zou hier wel... Ja, Johnny Spierings zou bij ons erbij moeten komen. Die kan mooi bij ons flink lomp bewegen. Dat kan hij schijnbaar heel erg goed en dat kan bij ons ook heel mooi. Iemand met veel geld. En waarom geld? Nou, dan hoeven we niet zoveel contributies te betalen. Oké, bouwen doen jullie zelf wel, maar dan gaat het om de contributies. Dus aan wie denk je dan? Aan Henk Zwanenberg of zo. Henk Zwanenberg, ja. Ja, die heeft misschien wel veel geld, maar of die bij een club wil? Dat weet ik niet, hij heeft ook een hoop ijzer, dat kunnen we ook wel gebruiken. Ja. IJzer zat en ja, dat is op zich heel slim. Dan Marco van Boekhulde. Waarom? Ja, omdat hij gewoon wellicht bij de. Die zal wel bij de vorm top zitten in Schaik. Religieus verschil. Ja, nee. Wij zouden dan graag Bas Keizer willen. Die maakt de wagen in zijn eentje en hoeven wij allemaal niet meer te komen. Ja. Dat is Kenny Verzon. Hey, fuck, hier heb je even iemand die vraagt iets aan jou. Kenny, goeiedag met Leonard. Hoi, Kenny, wij zijn momenteel aan het interviewen. En nou, je mag pas praten als de microfoon erbij is, hè? Denk erom. Maar ja, wij vroegen ons af net hier aan de club van wie zou jij volgend jaar nou erbij willen hebben om jullie te helpen bouwen? En wie zou dat bij jou zijn? Ik heb het niet gekregen, want ik bouw niet zoveel. Kun je het herhalen? Waarschijnlijk zegt hij gokkast. Hans Wilkes. Ja? Ja. Ja. Waarom? Ja, gewoon, hij kan eigenlijk alles. Ja. Eigenlijk kan hij alles. Lassen. Ja, lassen kan hij steeds beter. Ja. Bak af en toe nog wel eens ooit af, maar is ook al verholpen volgens mij. Ja. En ja, kijk maar, Fuddy heeft geverfd, dat is schitterend. Ja. Ja, Joost Circus. Joost? Ja, die willen wel in de club. Ja? Ja. En waarom wil die graag in de club? Ja, dat is wel een lieve jongen. Een lieve jongen? Maar het gaat niet helemaal lief, hij moet er kunnen werken. Ja, dat kan ook wel een beetje. Maar dan is goed. Ja. Maar Joost, niemand anders dat je nog een beetje bij wilt hebben? Ja, Roosje misschien. Tom Ruijs. Tom Ruijs? Ja. Maar waarom dan? Ja, we kunnen gewoon veel mee horen. En werk, ja, doet hij misschien wel dan, als hij bij ons zit. Kat! Ja, over en uit. We gaan gewoon naar de volgende club, we gaan naar Kloren Quats toe. We zijn dus in de bouwschuur bij Kloren Quats en die hebben weer iets bijzonders gemaakt. Gij zult niet hoger bouwen dan 7,5 meter. We zullen hier niet op de vingers kijken, maar dit is toch wel heel dichtbij gehaald. Het is 120 keer zoom en dan kunnen we het toch nog goed zien. Gij zult niet breder bouwen dan 4,5 meter. Gij zult niet drinken uit flessen van glas. Gij zult geen piepschuim verstrooien. Gij zult geen gebruik maken van motorische hulpmiddelen. Gij zult geen gasflessen gebruiken. Wij vinden dus alle regels een beetje betuttelend voor met de optocht. En ja, dan willen wij een beetje reactie oplossen krijgen. Vandaar.
Gij zult uw muziek niet harder dan 100 dB laten horen. Beetje ludieke reactie op alle regels die er komen en... Ja, en overdreven zijn, vinden wij. Hey Willy, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het schilderen met mijn clubje. Ja, ik kom één dag, één avond kom ik altijd een beetje mee helpen hier. Maar ja, ik had vorige week al een keer gedaan, dus nou moet je de finishing touch nog. Hè. Ik mag nou het fijne werk ook voor doen. Dus het was altijd grote vlakken. Dames en heren, u bent vandaag getuige van de prins die op zijn bek gaat. Hij kan er dus helemaal niks van. Hier, kijk, net een hamster. Hier, daar dak over de kop. Oh. Hij draait soepel, zegt hij, ja. Hey, leg eens uit de wagen, wat zit er allemaal op? Wat stelt het voor? Nou, dit is dus. De camera blijven kijken. Dit is een driewieler, daar staat een beetje symbool dan voor kinderlijk. En, zoiets, ja. En dan zit de pot er bovenop. En dit is de pot er dan. En dan komt een lichtlampje erbij. En dit zijn gebotsborden. En dan komen wij trekken wij allemaal babypakken aan. En zo beelden wij het uit. Gij zult geen alcoholische dranken nuttigen. Doe er hier niet aan mee. Dan kunt u bij Telleman rechtsaf. Wat ben je er nou nog aan het doen? Ik ben nou eens materiaal en zuur in mijn potlood te slijpen. Maar je hoeft nou toch niet meer te tekenen? Jawel. Ik ga een bord tekenen. Ben dan niet ooit voor het bord? Voor het bord, ver op. Maar de wagen is al klaar, hoop ik. De wagen is een heel eindje af, ja. Dan zullen we even binnen gaan kijken. We staan in de schuur bij Veur Mekaar. Vorig jaar eerste. Maar wat gaan ze dit jaar doen? Veur Mekaar, wat zijn jullie van plan dit jaar? Ik zou het niet weten. Ik hoop dat we weer mooi kunnen eindigen in een hoge plek, maar ik durf niet te zeggen. Het wordt weer mooi gebouwd, dus... Maar jullie zijn de uitdaging wel aangegaan, Maarten, heb ik begrepen. Jullie hebben in het begin even gedacht, zullen we wel gaan bouwen? Moeten we wel zo groot gaan bouwen? Moeten we wel weer voor die top gaan? Maar? Wij worden gewoon dik eerste. Oké, okay, ja, ik denk ik zal het langzaam opbouwen, maar zo kunnen we ook beginnen, ja. Jaap, kom eens naar voren, vertel eens wat over het idee. We hebben dan de Lion King dit jaar. Dat hebben we gecombineerd met de Herpenduin, waar de bossen nou worden gekapt. Dus met zeg maar, de cirkel van het leven. De Circle of Life, kringloop van het leven. We zijn zeg maar onderdeel van de Circle of Life, dus we hebben de tracks van een keer in de wagen. We hebben met mooie rode stoplampen ervoor dat ze toch nog op tijd gestopt kan worden, dat ze niks zien die daar lopen. We beginnen dan voor met de rotsblok. Daar hebben we dan Rafiki, de aap met kleine Simba. Die is inmiddels in de andere schuur. Dan krijgen we op deze beweging de slechte leeuw, Scar, met een van de hyena's. Hierboven bij het olifantenkerkhof komen drie hyena's. Daarachter op de wagen krijgen we de giraf, met in de bek krijgen we Timon en Pumba die op en neer bewegen. En dan achter op de grote rots hebben we de grote leeuw. En dan is hij volgroeid tot de king. Dames, een show rond de wagen. Wendy? Ja, een beetje. We kunnen achter in de wagen, er komen elke keer drie vrouwen op de wagen, dan wisselen we af met zes vrouwen voor de wagen. En eigenlijk alles wat voor de wagen loopt, beweegt op muziek. Dus... En wat voor pakken dan? Hele mooie pakken. Mag je dan niks vertellen? Helemaal niks. Wat een verrassing voor Moes Maandag? Ja. Hey, volgend jaar, carnaval. Wanneer valt dan carnaval? Begin februari. Begin februari, ja. Ik geloof vroeg. 4 februari. Meen ik. Toch? Ja. Eerste week februari. Ja, eerste week februari. 2, 3, 4 februari. Ja, ja nou. Ik schakel een hulplijn in, mag dat? Ik? Ik weet wel dat die nog vroeger is dan dit jaar, dus we zullen dit jaar wel voor de kerst moeten beginnen, want anders dan... 2 februari. Daar liggen we nou al wakker van, ja.
of niet? Is er ooit eerder zo vroeg geweest? Dat doen we volgend jaar. Dat is echt het vroegste wat er kan gebeuren. 6 februari ongeveer, of niet? Ja, volgens mij is de optocht op 4 februari. Succes. Iets eerder. Welke datum denk je dan? 4 februari. 2 februari. De derde. Ja. Dat wordt weer lachen. Dat wordt een dalenboel. Dus dat betekent, wanneer moeten jullie dan beginnen? Gewoon dezelfde tijd, maar een bouwen wat minder, denk ik. Zelfde tijd, hè? Eén laag plekken, tijd zat. Komt goed. Goed georganiseerd, alles is. Goede machine, zo af. Kerstvakantie weer. Nou, zullen we toch wel eind november, half november moeten beginnen, vrees ik. Anders krijgen we het niet af. Al van net zo groot willen bouwen als dit jaar, dus. Volgend jaar hebben we wat minder tijd, dus misschien nou iets kleiner aan doen. Rustiger aan. De eerste start weer moeten maken in de kerstvakantie. En dat hebben we al een keer vaker gedaan. Vorig jaar zijn we wel eerder begonnen, volgens mij. Maar ja, dat zouden we wel moeten veranderen dan, als we dat willen halen. Volgend jaar rond begin januari. Nee, we hebben afgesproken onder in de groep dat dit de laatste keer zou echt een grote wagen bouwen. Volgend jaar sabbatical. Volgend jaar echt, dit is de laatste grote wagen van Olingdol? Ja, in alle waarschijnlijkheid wel, ja. Twee keer eerste, en stel nou dat je dan toch, hou je het bij twee keer? Hoezo stel? Ja. Ja, Jan, wij zitten alle twee niet in de jury, dus dan is het... Nee, maar ja, sommige dingen spreken voor zich, hè. Maar dan echt, stoppen jullie ermee? Ja, ligt er gewoon niet. Met grootbouwen. We stoppen dan niet vooral met grootbouwen, ja. We willen wel een wagentje maken, maar, maar niet meer zoals we nu doen. Maar goed, volgend jaar opnieuw beginnen hopen en dan iets eerder beginnen met de wagen. Ja, dus volgend jaar worden we misschien loopgroep, hè? Dat meen je toch niet? Nee, dat was een grapje. Goed, we zijn hier bij carnavalsvereniging Schoongemaakt. Wil je nog iets zeggen? Minder decibellen, wat een roof. Wij zijn gewoon oost ingedoofd. Hey, vertel eens wat over de wagen, Zoe. Ja, wij hebben over Oost-Indisch doof, omdat we nou minder decibellen mogen produceren. En daarom hebben we een wagen over India. De spreuk, de zin die voor op de wagen komt, wie weet die? Minder decibellen. Minder decibellen, wat een roof, wij zijn gewoon Oost-Indisch doof. En een show rond de wagen, heren? Die is in de maak. Ja. Die is in de maak? In de maak, ja. Ja, dat moet je nog gaan doen. Voor de dames. Ja. En hoeveel dames zijn er tegenwoordig bij de club? 5 of 6. Vertel, volgend jaar, als jullie dan gaan bouwen, hebben jullie dan al ideeën over of niet? Nee, we weten nog echt niet wat we doen volgend jaar. Leg eens uit, wat betekent het? Nou, het zou wel een vuur gaan, want er staat een brandbus, er moet erop komen. Ja, verder weet ik het eigenlijk ook niet. Ben je niet zo'n trouwe bouwer? Daar zijn de bouwers. Ja, maar doe je niet helpen dan eigenlijk? Moet wel ooit. Ik heb jou toch wel eens ooit zien schilderen en plakken en... En lassen, dat zou ik dan. Ja, maar schilderen kunnen ook, heb ik ook wel eens gezien. Ja, ik schilder hier de schuur al om de 5 jaar van buiten. Dus jongens, dan weet je het. Harry wil graag helpen, ja, hoor. Meestal bruine karbleem. Bruine karbleem. De wagen staat hier, Harry zei het al, is met vuur en dan zie je brandbussen. Ja. Dat is leuk. Ja, jullie hadden er 2, hè? Ja, maar waarschijnlijk wordt het deel gewoon vlammen. Of? Of moestland een vuur en vlammen. Wat stelt het voor? De wagen stelt voor op de achterkant zien brandbussen staan.
Daarop, op die brandblusser, komt een brandweerman. Brandweerman, miniatuurlijfje, dit is het lijf van de brandweerman. En dat is nogal uitkluit gewassen kop. Die komt erop te staan dus. Dus mooi nieuwe verhouding. Ja, dus die komen boven de brandblusser. En daarvoor zie je kaarsen en vlammen. Want er kunnen de kinderen in, hè, want het is wel handig. Hoeveel kleintjes zijn er al bij jullie? 4, 5, 6, 7 volgens mij. 7 kleintjes? Hou nu enkel wat hen. Ik heb me weer vergeten. Voor de zoveelste keer. En ik kom eigenlijk met een traditionele vraag die elk jaar gesteld gaat worden. De top 3 van het Moesland. Nathalie, wie wordt er volgens jou derdes? Ik heb echt geen idee. Kussers. Tja, weet ik niet. Ik zie het maandag wel natuurlijk. Maar ja, ik verwacht dat wij wel eerste worden toch? Ja. Ja, dat kan wel eens niet anders. Maar nog geen andere club gezien? Hans? Ik heb er een paar gezien en ik denk voor elkaar derdes. Voor elkaar derdes. En wie tweede is dan? Joep? Zotgefrot, zoals altijd. Willekeurig, Zotgefrot, Allingdol en voor elkaar. Kijk, dat zijn toch weer een beetje de mannen die het vorig jaar ook hebben gedaan. Ben het dan een beetje mensen of niet? Ja, misschien het nou niet erbij, weet ik ook niet. Nee. Zotgefrot zit ik in ieder geval ook bij de top 3 als ze hem afkrijgen. En jongens, die al wel de wagen bewegen, hè, want dat is elke jaar... Niet goed. En de top 3, denk je dan Zotgefrot weer gewoon 2 of niet? Nee, ik schat ze hoger in de jaar. En dan is er maar 1,5 of 1, hè? 1. 1. Ja. Hey, en 2 René, want jij hebt er al een paar gezien. Orlingspanbaand. Orlingspanbaand. En die bouwen in? Henk Wurst-Kessel, hè? Orlingdol. Ah, kijk, ja, daar weet de prins nou niet eens. Weet ik het niet? Ik moet nog meer op die optocht gaan lezen. Hé, hey, en 3 René? Voor elkaar. Van elkaar. Dus eigenlijk wel een beetje de traditionele 3-4 van de afgelopen 3-4 jaar. Ja. Alleen ja, jammer dat je weet ook nooit niet meedoet. Ja, ja, daar moeten we zeker even smellen. Je weet ook nooit. Vorig jaar 5 is geweest. Gigantisch mooie wagen, ook een heel aparte stijl. Maar ik doe hierbij een oproep. Je weet ook nooit. Volgend jaar ben ik er gewoon weer bij. Bami geloof ik, hè, heet hij. Bami. Bami moet gewoon weer gaan bouwen. Dan komt het allemaal goed. Ik denk dat Orlingdol sowieso weer goed bezig is. En ook Zotgefrot denk ik dat weer kanshebber is. De top 3 voel ik. Ik heb er echt niet zoveel kaas van gegeten. Nou, de volgende week niet, maar ik denk voor elkaar, Orlingdol en Zotgefrot. Oeh, top 3. Ik denk, ik heb eigenlijk 2 wagens gezien, dus dat is Orlingdol en voor elkaar. Dus? Orlingdol en voor elkaar. Ja, maar welke rangorde? Orlingdol en voor elkaar. De top 3 van het Moesland, Thijs. Ja, we zijn eigenlijk nog nergens voor eens kijken, geen tijd dus. Iemand anders die... Orlingdol sowieso eerste, denk ik. Orlingdol sowieso eerste? Waarom? Ja, gewoon, ik vond het gewoon een mooi idee en ook gewoon mooi uitgewerkt. Ik vond het echt heel mooi. Ja, en 2? Ja, maar voor mooi. Ja, moet ik dat zeggen? Ja, ik vraag dat aan jou. We hebben op de site al een top 3 gezegd, maar wat we toen... En wat was dat? 1 Orlingdol. Orlingdol. 1 Orlingdol. 2. Rot. En 3? Voor elkaar. God, dan kun je het goed voor zeggen. Hé, hey chef, maar is daar volgens jou ook de top 3 die het jaar geworden of niet? Ja, Zotgefrot eeuwig tweede is. Ja. En Orlingdol wat gewoon rust is. Ja, weer naar voor elkaar eerst jaar, hè? Voor elkaar. Ja, vorig jaar hebben ze wat minder gebouwd, maar de jaar ervoor waren ze terecht eerst. En dit jaar zullen ze wel weer rust worden. Dit is het logo van ons dit jaar met de carnaval. En ja, Orlingdol goes to Brazil. Ja, dit is de tractor van Henk Geurt Verkessel en dit is de dame die Henk een beetje assisteert hier rondom het huis omdat Henk het te druk heeft om Orlingdol te helpen met de carnavalswagen. Ja.
Ja, dit is DHW. Er schijnt een fusieopkomst te zijn met DHW en EMOS. En als het aan bestuur van DHW ligt, dan gaat het door. En dan zouden de dames van EMOS dus ook voetballes kunnen krijgen van de trainer van de dames van DHW op dit moment, Twan Geurt-Verkessel en Johan Vos. De spreuk, wat komt er voor op te staan? Door de temperatuurstijging raakt Nederland in Braziliaanse sferen. Daarom moet Oling Dol het moesland de jaar de samba leren. Is hij daar echt? Niet mee eens, Jan? Ja, ik vind hem lang. En ik moet het bord dragen, dus hoe meer teksten. Ja, dan had hem beter iets korter, maar ja. Daar moet je zorgen dat je daar even... Als de temperaturen zo blijven stijgen, zullen we een Braziliaanse carnaval krijgen. Dat wordt hij. Dat wordt hij. Oké, dat wordt hij. Nou, dat is net beslist. Ja, volgens mij is het niks korter. Wel als je het sneller zegt. Echt alle poppen gaan bewegen weer? Ja, natuurlijk, uiteraard. Hè. Dus daar heeft Ruudje wel weer voor gezorgd dit jaar. Zonder spanband. Hoezo? Ja, die hadden we vorig jaar nodig om net anders in elkaar storten. Nee. 2 jaar geleden. En toen ik ook eerst. Ik hoorde ergens al een club roepen van, Olling spanband. Ja, die. Ja. Nou gaan we het zonder spanband doen. Kijk wat ze dan gaan verzinnen. En de dames, wat gaan jullie doen om en op en voor de wagen? Ja, wij gaan iedereen de samba leren. Wij staan dadelijk voor de wagen. Wij zijn helemaal in kostuums uitgedost. En, alles met veren en alles erop en eraan? Alles erop en eraan, ja. En hoeveel dames? Met z'n tienen. Ook nog, heb ik begrepen, een band geregeld. Klopt, we hebben een live band voor de wagen lopen. Komt uit Den Bosch en die gaan ons mooi versterken. En het is echt Braziliaanse muziek? Echte Braziliaanse muziek. Ik denk, je gaat er nou niet uitknippen. Nee! Moet jij zeggen bedankt, dan zeg ik jullie ook. Ja, bedankt. Jullie ook bedankt. Nou, dan staan we in de schuur bij CV Tiswa. CV Tiswa. En jullie bouwen bij de Loef in de schuur, Thijs? Ja. En dat bevalt goed? Ja, goede bouwschuur dus. Ja, wat voor leus komt erop? De leus zou ik zo niet precies weten, want het gaat in ieder geval over de woningbouw. En dat niet genoeg wordt gedacht aan bouwschuren. Tenminste, in ons idee dat er wel heel veel huizen worden gebouwd, maar dat de clubs steeds meer aan de nood komen. Dat ze geen schuren hebben om in te bouwen. Ik heb hier voorop twee bouwvakkers gemaakt. Als bouwvak. En achterop een architect en een projectleider. Dus die komen in strakke pakken en allebei een hoge hoed op. En dan komt achterop Chris Schol te zitten op zeg maar, een gebouw dat moet lijken alsof het nog maar half af is. Vandaar ook de bouwstenen erop geplakt met behang en dan moet het eigenlijk een beetje worden. Hey, en de constructie Thijs? Ja, viel een beetje tegen, sommige dingen, maar... Maar je bent tegenwoordig toch volop aan het lassen, hè? Ja, dus pap die doet alles niks meer. En je hebt die lascursus gevolgd, heb je daar nou veel aan gehad? Ja, en op school, ik zit ook metaalopleiding, dus dat scheelt ook een hoop. Veel... Pilsteun. Op welk clubje, buiten uw eigen club, ben jullie het grootst? Die speel ik door aan Joep. Die speel ik weer door aan Hans. Hans. Nathalie, denk ik. Nathalie. Ja, dan moet je toch gaan voor de nieuwkomers van het jaar. Biljartvereniging, geen keus. Oh ja. Biljartvereniging, geen keus. Ja, ik was ook vergeten te vertellen dat we met Canada's club gaan. Maar dat vind ik een goeie, die houden we erin. Het grootste. Grutsen. Geef het toch wel wat gruts betekent? Ja, trots. Ja. Op welk clubje? Ik op Nout niet. Het Nout niet. Ja. En jij Bas? Ik vind zo'n vrot eigenlijk al iets hebben. Ontwikkeld dan, dat je er al een paar jaar mee bouwt. En dat gaat goed. Ja, ik mag graag altijd de wagen van Zotge Frot zien. Dat is gewoon een eigen stijl, Ted van der Linden vooral. Goeie vraag.
De Petosje-stampers. De Petosje-stampers, leg uit. Ik ken ze niet, maar ze hebben mooie pakken. Dudders, nog steeds een wagen erbij. UNN denk ik, of niet? UNN, dat houdt niet, hè? Moet dat zijn. Kunnen daar wel een motivatie bij geven? Zo jong en dan al zijn wagens neer kunnen zetten en alles. En die hebben ook terecht weer club van het jaar. Gruts. Wat is dat? Dat is trots. En dan in Schuiks. Ja, gewoon. Welke club zijn we trots? En wij mogen ze eigenlijk niet noemen? Nee. Zo gebeurt het denk ik. Zonder gedonder. Ja. Deze. Zonder gedonder? Ja. Een club uit? Moesland. Moesland. Ja. Maar vandaan, hoeveel leden? Die hadden er 8. Die zijn toen Bowling Bowl gegaan en toen zijn ze eigenlijk pas gegroeid. Qua bouwen en zo. Ja, wij zijn trots op Mooie Klooi, omdat de jongens nog steeds denken dat wij de kneepjes van het vak van Mooie Klooi geleerd hebben. En dit jaar is het een mooi moment om duidelijk te maken dat de leerling dan volgens hun de meester gaat overtreffen. Dus game, set and match 3-2, Olling Dol, Mooie Klooi. Ja. Hoezo? Ja. Maar van mooi. Ja. Want? Het is gewoon gezellig en ze bouwen een mooie wagen. En de buren, hè? Ja, dat hadden we ook nog. Krijg je een beetje tips van die man of niet? Ja, heel veel. En ook wel eens tips dat je denkt van daar kan ik helemaal niks mee? Heel veel. Vooral van Bart Kusters. Bart Kusters, ja, maar Bart. Niet geloven. Wat weet hij allemaal zo wat in Bart? Hij heeft een hoop te vertellen, maar weinig zinnigs. Leuk en aardig wat je zegt. Net zijn vader. Ja, juist, juist. Ja, de Petosje-stampers, dat zijn onze vrienden. De Petosje-stampers? Ja. Is gewoon gemak waarschijnlijk. En het is gewoon gemaakt, hè? Jullie eeuwige rivalen, of niet? Ja, zoiets. Joost, hier klopt volgens mij iets niet. Het is een week voor carnaval. En overal zijn ze zijn best aan het opbouwen en jullie bent hier pop aan het weggooien. Verklaart eens. Wij hebben veel te veel tijd over. Was je afgekeurd? Nee. Hij leek niet te veel op willen, ja. We gaan naar de andere schuur. Ja, daar tegenover. Toen van de Heide. Goedemiddag jongens. We zijn hier bij carnavalsvereniging Krakhek in bouwschuur 2. Want het is een club dat 2 bouwschuren heeft, of niet? Dat klopt, helemaal. Wordt dit jaar zo'n grote wagen? Van de nieuwe regels moet die kleiner worden, dus daar bouwen wij eigenlijk over. En houden jullie eigenlijk er ook aan? Natuurlijk. Altijd, hè. Als dat moet, dan moet dat. Dus jullie met een van de weinige clubs die zich houdt aan de regels? Ja, ik denk het enige. Het is bij maar de leus. De nieuwe regels moeten hanteren, moeten we kabouterwagens creëren of zoiets. Iets in die richting. Ja, we hebben ze nogal gezien, want het draait dus met Jim Joost. Kijk. Kijk. Hier is net nog in, ja? Nog een weer. Hebben jullie concurrenten? Ja. Schoongemaakt natuurlijk. Schoongemaakt, is dat jullie eigenlijk dat je enige concurrent? Ja. Schoongemaakt, ja, er zijn nog wel meer, maar Schoongemaakt de belangrijkste. En dus als jullie maar boven Schoongemaakt komen? Ja. Dan zijn we eigenlijk al gewonnen? Ja. Ik vertel even jouw wetenschap. Oh. Ja, als wij niet boven Schoongemaakt komen, dan gaat Potter naar Schoongemaakt toe. Ja, en ook iets meer. Dan zullen we horen moeten wel veranderen. Ja, als je veel bier op hebt, dan krijg je van die wetenschap. En zo is het gekomen. Ah, meer dan. Maar jullie zijn. Hoeveel man hebben jullie, Bas? Club? Nou, 26. We hebben net een nieuw lid erbij. Maar die is er nog niet. Rick Willems. Hé, hey, en dan hebben we de show voor de wagen, want dan weten jullie dat gewoon heel belangrijk is. We hebben jullie dit jaar voor de show? Daar zijn de vrouwen voor, hè? Daar staan ze. Wat, hè, op de wagen? Dit is de bovenkant van de boom en dan komen we 2 vrouwen langs schommelen. Dat wordt geniet, hè. Ik denk, ja, wat is hier binnen aan het maken?
carnavalswagen? Ja. Ja. Heb je ook meegeholpen? Dat weet ik nog niet. En hoe heet de club hier waar we zijn? Weet ik niet. Weet je niet hoe die club heet? Het lupt. Het lupt. Kijk eens. Jongen, hier ligt spullen. Doen. Mooi rustig wegkomen. Kan er allemaal nou beginnen? Ja, dat weet ik wel. Maar dan moeten we rustig voorbereiden. Zo dames, flink bezig? Ja, wij zijn creatief bezig, ja. Wat ben je aan het maken? Wij zijn versiersels aan het maken voor op de jassen en de broeken. Doe je ook iets voor de wagen? Nee, daar zijn we eigenlijk een klein groepje voor. Nee, dat doen we niet. Dus we krijgen geen show? We hebben geen show, nee. Waar we puur dan zo druk met kinderen bezig zijn, dat we dan nee. Alle kinderen gaan mee op de wagen? Ja, ze gaan allemaal weer mee, ja. Ook de kleinste? Ja, ook de kleinste. Oh, ja, en we hebben een nieuwe aanwinst. Oh, daar moeten we even gaan kijken. De allerkleinste nieuwe aanwinst. Hier ligt Stan. De nieuwste aanwinst. Lekker te wachten. Je weet een nieuwe carnaval is, maar dan zullen ze hem zo bijbrengen, denk ik. Oké, dan zijn we hier bij carnavalvereniging Het Lupt. Voor de hoeveelste keer bouwen dit jaar alweer? En volgens de slagzin is het 15 jaar, dus. De slagzin? Wij zijn slagzin, Maarten. Nou, 15 jaar bouwen, het lupt, ze hebben een rij gevonden. Maar hebben we er 15 jaar van nodig gehad om een rij te vinden? We hebben voor thuis draaiende delen, joh. En mooie draaiende delen. Mooie draaiende delen, joh. Wie is die techneut erachter? Ja, ik niet. Ik brooi maar in elkaar. Je bent een brooier van de club, Gerben. Ja. Hé, vertel eens iets over de wagen, Maarten. Nou, zoals je een beetje kunt zien, hebben we een draaimolen gemaakt. Dus ja, dat is al een draai. We hebben achterkant hebben we een pop bovenop gezet. Die draait als een rak rond als het goed is, hoop ik. En voor op trek zijn we ook nog een pupje waaronder draait zachtjes. Heel belangrijk vind ik bij jullie altijd zijn de kinderen. Ja, daar zijn ze. En vandaar dat we kunnen zien, hè, er staat een auto op en een tractor Tom en een fiets. En dan kunnen ze daar mooi zelf op zetten. We zouden nog iemand erbij moeten hebben van een heel andere club. Die bij jullie erbij zou moeten gaan betrekken. Die jullie eigenlijk van een andere club over zouden willen nemen. Iemand. Wie zou jullie dan? Dat mag ook. Ja, Jan Vos. Ja. Henk Bongers voor Filmkar. Nee. Ted van der Linden voor het vormwerk. Net al genoemd werd Henk Bongers. We moeten gewoon creatieve technische mensen moeten hebben. De potten van de stichting. Ja. Maar waarom dan? Waarom de potten van de stichting? Nou, dat lijkt me een handige mens om mee te bouwen en zo. Het kan overal goed bij. En die kunnen we niet genoeg hebben. Die. Ja, ja, en Keizer en Schelly, die zou ik wel graag bij willen. En waarom? Ja, daar heb je iets aan in die mensen. Jullie hebben niemand meer nodig? Nee, eigenlijk niet. Niemand nodig? Zo, Schelly en Bas. Ze mogen gewoon alleen plakken natuurlijk. De rest van de kwaliteit houden we gewoon binnen huis natuurlijk. Iemand die heel snel kan vormen. Ja, iemand die voor het vormen dat vormen, ja. Dat, ja. Wie maakt niet uit als hij maar kan vormen nog? Jasper Hakvoort. Wie is Jasper? Van Tiswa. Van Tiswa? Ja. En waarom Jasper? Omdat hij sowieso een hele goede vriend van ons is. Ik zou het niet weten. Echt niemand? Jij ook niet, Joost? Hasman, die kan koffie zetten dan. Nou, in ieder geval een hele goede vormer. En ja, die het ook voordoet dan. Dus die... En wie zou het dan moeten zijn? Eigen wilde namen. Nou, op zichzelf ken ik hem niet goed, maar de Eppo van Wurm, die schijnt heel goed te kunnen vormen. En ja, ik geloof dat hij ook weinig bij, in de schuur bij Ontiegelijk Ontzaglijk is. Want daar heb ik gehoord dat er maar twee man die wagen gebouwd hebben. En daar zat Eppo niet bij volgens mij. Wurm, Ontiegelijk Ontzaglijk was een fusieclub vorig jaar. Ja, en dat was omdat er maar twee man altijd Schelly en Bas aan het bouwen waren. Ja. En dit jaar hebben Schelly en Bas met z'n tweeën weer de wagen gebouwd. Dus Eppo, daar had ik niet veel aan, want die doet niks. Ja, dat klopt. Maar qua vormkunsten kan hij bij ons naar stage lopen. Ja, dat zeker. Dan zullen wij wel peper in de reet geven. Dus hij krijgt? Ja, hij krijgt de kans om bij ons aan de slag te komen. De camera is voor dus, jou, roep hem erop. Nou, Eppo, ik weet ook niet hoe mijn achternaam heet, maar als je volgend jaar zin hebt bij een andere club, niet bij jouw eigen club, maar bij weinig kans, dan nodig ik je uit om bij ons te komen vormen. En gratis peper. Ja, en je krijgt gratis peper. Peper waarvoor? Ja, om... In zijn? Ja, in zijn hol te duwen. Ja,
iemand die ons iets kan leren, dat zou ik zo gauw niet kunnen zeggen, maar zowel niet met carnaval hier, zijn zwaargebouwen niet, dus in de kroeg houden ze ons ook al niet bij, dus wie moet het dan zijn? Dus eigenlijk zeg jij van, ze mogen bij ons wel stage komen lopen, maar dan leren wij ze wel wat. Ja, ze kunnen bij ons in de leer eigenlijk, dat wij ze nog iets kunnen leren. Nou, dan wil ik graag van jullie allemaal een naam horen, en allemaal verschillende namen, van iemand waarvan je zegt van, nou, die zou ik volgend jaar er wel eens bij willen hebben, en die zal ik wel eens wat leren, en die ga ik stage lopen. Wie van welke club? Huk, begin eens. Dat is verrekte moeilijk. Nou, dat dacht ik al, ik kom straks bij jou terug. Lena Steens van de Raad van Elf. Onze tuin, die kan hier nog wel leren. Ja? Ja. Hele tuin, maar die bouwt er verdomd mooi hoor. Ja, je bouwt er mooi, maar je doet er geen flikker aan. Hans! Ik zou de hele club voor elkaar eens een keer hier naartoe halen. Dat ze echt in de carnals waar maken. Iets over carnaval. Burgemeester, hierbij nodig ik jou uit om eens een keer met de deurdouwers, een week of zo, een wagen te bouwen. Of vind je nou zo goed aan het? Maar hebben ze een week of een dag met ons mee te lopen om een carnavalswagen te bouwen. Misschien steken wij iets van jou op, of misschien steken wij iets van mij op, of van ons op, en met een wagen te bouwen aan. Ik denk dat dat best gezellig is. Hierbij doe ik de aanzoek en we komen erop terug tijdens de carnaval. Het is nou al een aanzoek, jongens. Het is al een aanzoek. Hele goede thee. En het grote voordeel is, burgemeester, T woont vlakbij, dus die kan u ophalen en weer thuis brengen. Kunnen nog iets drinken ook. Huk, heb je ondertussen al... Nee, wat zei je? Ik zei... Nog een keer, want... Kunnen we nog één keer doen voor de camera? Dankjewel, Huk. Dit was het, waar de deur nou is. De carnavalsvereniging, het wordt waar. En wordt het waar? Ja, wordt zeker iets. Ben je tevreden? Tot nog toe? Tot nog toe wel, ja. Ja. We hebben dit jaar voor een thema, Pieter. Sterrenbeelden. Horoscoop. En je kunt rondkijken en dan zie je de verschillende beesten van het dierenriem. Hoe komt er nou op zo'n idee, Kai? Nou, hoe komt er vanaf? Ja, iemand komt met ideeën in de groep en hij is er doorheen gekomen, dus... Er wordt er heel de groep gedragen? Nou, uiteindelijk wel, ja. Op een avond hebben we wat ideeën aangedragen en sterrenbeeld is naar voren gekomen. Voor de wagen, gaat er dit jaar ook iets gebeuren? Ik weet het echt niet, daar ben ik niet van. Dan een vraag aan jou. Ja, er gaat wel zeker iets gebeuren. We hebben, de dames hebben allemaal mooie pakken gemaakt. En er gaan ook een aantal heren voor de wagen dit jaar. En elk sterrenbeeld wordt zeg maar, uitgebeeld zeg maar, door middel van een kledingstuk. Hoe belangrijk is een show voor de wagen, Michael? Het is steeds belangrijker geworden. Ik vind wel dat het een onderdeel is geworden van de wagen. Een heel belangrijk onderdeel dan? Nee. De wagen is toch het hoofddeel? De wagen is het hoofddeel en de show eromheen die maakt het wel af. We staan hier in de schuur van Jonkergouw en we zijn hier bij de club Zot Gefrot. We hebben eigenlijk de waren op de maat gemaakt van die deuren hier, als je goed kijkt. Dus ik hoop niet dat we ooit nog lager moeten dan die deur schuiken bouwen. Dus dat zijn ze van de deuren. Hoe hoog is de deur?
Dit was 5 meter. Oh, dan haalt het makkelijk. Het thema dit jaar, waar gaat het dit jaar over? Het gaat over groet uit de Rimboe en een beetje het integratieprobleem in Nederland proberen wij eigenlijk we willen laten zien hoe het ook kan, een goede integratie. En hoe beeld je eruit? Door allemaal negens op de wagen. Allemaal negens op de wagen? Negens geven allemaal een zoen. Die geven allemaal een zoen? Okay. Negerzoen, dus ja, zo kan het ook, hè. En krijgt het publiek ook iets? Ja, negen zoenen. Ja, allemaal. Maar kun je iets meer vertellen over de toren, waarvoor de symbolen het heeft en zo, de brug? Nou ja, wij hebben gehoord dat een kerk niet van volk meer komt, dus wij hebben toen zelf een tempel gebouwd. En ik denk, volgens mij loopt dat wel beter, denk ik. Het gaat er nergens over. Hé, dat is gebruikelijk hier, dus jullie bouwt iets en ik weet er niet wat het wordt? Nee, we kijken altijd wel. Het valt ooit goed uit en ooit wat minder, maar als hij uiteindelijk opgestapeld is, dan zeggen de mensen, och ja, jongens, een paar weken van de straat geweest, iedereen blij. En is dat ook werkelijk zo? Ja, wij zijn dan blij, ja. Komt het goed? Alles komt goed, Willy. Laatste week nog? Ja, dat klopt. Moet er nog veel gebeuren? Behoorlijk wel. Maar ik ben er weer, dus... En wat wil dat zeggen? Dat het goed komt. Volgend jaar, hè, is het carnaval, weet je welke datum? Ja, heel vroeg zijn we hebben gehoord, maar ik weet niet welke datum. Begin februari. 2 februari is zo. 4, 3. Of 5. Nou, weet ik niet, 7 uur, ik is het wel vroeger, ik doe maar gok. 5 februari, dankjewel voor de... Is dat een probleem, Willy? Ja, dan komt helemaal niet af. Nou zijn we blij dat hij afkomt, dan wordt het helemaal... 2 februari. Begin februari, 1, 2 februari, Queen. Hoe moet je dan beginnen? Nee, half december, tijd zat. Als we het niet horen, dan brengen we hem. Ja, begin november weer. Maar jullie... Wij beginnen altijd de eerste week van november in deze. De vaste prik? Ja, dat is vaste prik. Maar je werkt gewoon een einddatum toe. In de zomer? December, november, december. 2 weken eerder dan dit jaar? Dan beginnen we tot 2 weken eerder. Wanneer moet je dan beginnen met bouwen? Zomervakantie. Ja. Volgende week vrijdag beginnen. Ja. Schuur opruimen en dan gelijk maar weer starten. Nee, we laten alles zo staan. Augustus? Betaalt ze in ieder geval. Nijlsvakantie of zo. Nou, dat is 28 januari. 28 januari? Ja. Is langzaam. Je zit ook in 3 dagen. Het is een weekje. Het is maar tikken voor jullie. Dat is elk jaar. Met kerstmis beginnen wij en dan bouwen we gewoon. In de schuur bij ja, Roma War. Ja, we sinds de wagen dat we die trein hadden, voorop doen wij spuiten en daar zijn we nu eigenlijk in verder gegaan en steeds meer aan het spuiten. Dus, en dat gaat goed. En dat gaat goed zoals je ziet. Mooie egale dekking en verbesparend en tijdbesparend. Verbesparend, tijdbesparend. Ja, absoluut. En dat gaat super goed. Wie weet de spreuk? Weet je, nou, jullie zijn iets aan het bouwen, je weet niet eens wat het uitbeeld. Jaap, kom eens even bij. Jaap, kom. Ik heb er niks af. Nee, maar jij wist wel iets vertellen over die pop daar aan mij. Ja, zeg maar, dat is mijn levenswerk. Dus
ben daar dus het hele jaar mee bezig geweest. Gewoon weken aan een stuk, gewoon alleen op mijn kamer zitten denken wat ik er nou mee zou doen. En ja, dit is er uitgekomen. Ik noem het misplaatste cilinders. Dat is mijn bijdrage. Ja, ik vind het... Ik lach je niet uit, ik lach je toe. Want ik vind het nog geslaagd ook nog. Jawel. Ja, ze zijn echt misplaatst. Ja, ze zijn wel misplaatst. Ja, dus, ja. En bovenop dan de Sjons bijdragen. Dus de steen. Ja. Maar dit zal dan wel weer, als Johan het bijdragen is, dan is dat weer beweging of niet? Dat draait een beetje rond en dat is wel mooi. Ja. Maar wat stellen die cilinders nou voor? Ja, dat weet ik niet. Dus, boomstammen. Oh, boomstammen. Ja, daar willen ze van maken. Zeg maar. Ik heb gewoon gedaan zoals ik het wou, maar daar willen ze boomstammen van maken. Ja, dat vind ik prima. Doe ze dan maar. Ja. Dus het zijn omgezaagde boomstammen? Ja, schijnbaar. En er ligt een rots bovenop. Ja. Ja, en er steken ook giraffes uit. Ja. Dat is een beetje een... Kan eigenlijk op geen manier. Kan eigenlijk, nee. Gewoon heel surrealistisch. Ja. Maar wel mooi. Maar het is een wagen van de toekomst? Misschien. Ik denk dat mensen later terugkijken op die wagen en denken, oh ja, dat bedoelde hij. Maar nou snappen ze dat gewoon nog niet. Dat kunnen ze gewoon niet bevatten. Ja. CV het nauwt niet en nou, die hadden stormschade. En je stond zelf aan het huilen. Nou, vertel eens, wat was er aan de hand? Ik was er niet bij, dus het waaide een beetje en ja, dat kon de schuur niet tegen. Ja, helaas. En stonden jullie wagen open en bloot? Ja, even wel. Even wel, maar dat hadden nou een beetje met een scherm weer veilig gesteld. Ja. In de schuur bij het Noodni. Teun, kun jij vertellen wat het dit jaar gaat worden? Wij doen het dit jaar over 12,5 jaar verschillen. En dat is vooral de schuik, dat is de slager, de slijter, de groenteboer en de bakker. En ja, voorop hebben wij vooral van de slijter het gedeelte. Dan komt de oven en de bakker komen er. Dan komen hier Jonkergaus met twee tractors. En dan, ja, kijk, dan hebben we hier onze hele grote etalage met alle vier in één. We hebben nog een hele mooie bak over. We hebben geregeld dat we wat pakken hebben van bij de bakker hebben gevraagd, bij de slager hebben gevraagd, bij de slijter. En bij de groenteboer hebben we zorgen dat we schorten hebben en dat we verkleed zijn. Zolang het bier in de café maar blijven staan. Bestel maar. Je weet dat ik het niet kan laten. Nog eventjes en dan begin ik. Je wordt richting langs de brote. Bestel maar. Je weet dat ik het niet kan laten. Nog eventjes en dan begin ik. Je wordt richting langs de brote. Ja, Gulli vulde maar een beetje aankomen, Maarten. De top 3 van het Moesland voor 2007. Verder nog niks gezien? Helemaal niks. Niks gezien? Ook niet op de optocht.nl? Nee, ook niet. Ik heb maar... Ook niet. Ja, dan ga ik niet met anders, want ik hoor hier al iets van Ollingdol. Ollingdol 1. Muziek. Dus die hebben volgens mij iets, een paar van die Braziliaanse dames te veel zitten. Ja, dat scoort goed. En daar moet een 1 zijn, denk ik. We hopen dat het een beetje warm weer is van de week. Dat net allemaal 25 graden is. En ja, maar zal 2 zijn, ik denk Femme Karen. En zult vooral top 3, ja.
Ik denk voor elkaar. Nummer 2. Orlindol. Nummer 3. Ja, ik zou zeggen, je zult gefrot denk dan toch wel. Orlindol voor elkaar, zult gefrot. We willekeurige volgorde. 1 zult gefrot, 2 Orlindol, 3 voor elkaar. Ik denk het ook zo ongeveer, ik heb nog niet veel gezien, dus... Orlindol voor elkaar, zult gefrot, willekeurige volgorde. Zult gefrot voor elkaar, Orlindol. Orlindol eerste denk ik. Ja, ja. Voor elkaar derde. Ho. Orlindol 1? Ja, denk het wel. Ik heb het niet gezien. En wie 2? Mongers. Voor elkaar denk ik. Voor elkaar niet, wordt derde. Of derde, weet ik het. Ik vind wel dat Orlindol ook goed bezig is met die flyers rondhangen en zo. Dat zie je eigenlijk nooit, en bij Orlindol wel. Misschien niet even volgend jaar. Daar ben je nou denk ik al te laat mee, of niet? Hé, hey, maar nou weet ik nog niks concreet. Ik heb nu nummer 1 en 2 gehad, maar er is nog geen duidelijke... Ik denk... Lichtelijk zat, ja. Lichtelijk zat 3. Ja. Ja. Maarten, de top 3 van het Moesland. Ja, 1 wij dan. 1 is ja, natuurlijk. Naar Herga gezeten. Natuurlijk. En dan 2. Ja, dan wordt weer Zotgefrot, denk ik. Toch weer? Ja, en dan derde, dat wordt denk ik Orlindol dan. Hé, hey, maar dan Zotgefrot, zullen ze het gewoon weer van elkaar krijgen om net weer eens te horen? Ja, ze zullen denk ik liever eerst horen, maar ja, daar zijn wij ze weer voor. Ja, dat kan ook niet meer. Nee, een beetje jammer. Of Orlindol of voor elkaar. En dan, weet wel, die zijn 1 en 2, verwacht ik. En dan derde denk ik dat het nou niet weer een hele goede kans maakt. Nou, ja. En dan denk ik vierde, dan denk ik Zotgefrot. Ja, maar die zijn toch al 2? Ja, maar dat deel ik niet, denk ik. Nummer 1, leuk. Ik heb niks gezien, maar ik denk die groep waar Ton Hommelens mee zit. Orlindol. Orlindol. Braziliaanse, daar lekker een stuk kolonie die dames ervoor. Nou, ik heb gisteren gehad, maar ja, die wordt pas uitgezonden een man dat een optocht is geweest. Daar is het heel warm, wordt boven de 20 graden dat ze topless gaan lopen, die dames. Oh, dan ben ik smaas al 9 uur op het... dan ben ik smaas om 9 uur al... Hebben stad nummer 1, denk ik. Oh nee, dan hebben wij min 1, want wij liggen aan het vurgen, daar zullen we voor zorgen. Nee, maar dan hebben wij de nummer 1 gehad, maar wie denkt je de nummer 2? André, wie denkt je de nummer 2? Nou, ik denk Zotgefrot. Ja, waarom? Die zijn er altijd weer, wil ik zeggen. Nou, dat weet ik niet, dat zou wel kunnen, maar als je zo gehoord hebt in de wandelgangen, heb je een mooie wagen. Eens kijken hoe het in de schuur is bij je. Gedoet maar. Jullie zijn vorig jaar een jaartje over hebben moeten slaan. Omdat jullie geen bouwschuur hadden. En toch dit jaar gelukkig weer een bouwschuur. Ja, dankzij de papa van Petri. Dus. Kijk. Ja. En de mama. Dit jaar wel, ja. Jullie zijn denk ik een van de weinige clubs waar de dames de overhand hebben. Of niet? Ja, houden zo. 12 dames en 5 heren? Ja, klopt helemaal. Ja, dat klopt. Vertel eens iets over de wagen. Ja, we hebben dus dit jaar Monopoly en we hebben geprobeerd alle elementen uit Monopoly op de wagen te zetten. En, nou, daar zie je hier de trein. Ja. En ja, dat is van station Noord, Zuid, West, nou, kent iedereen. Hier de dobbelstenen, ook een heel bekend element. Dit is de kraan van, hoe heet dat bedrijf? Waterbedrijf. En daarachter de lamp van elektriciteit. En hier de gevangenis, maar dat zie je van deze kant niet, zie je alleen van de achterkant. En? Ik wou zeggen, de Monopoly man is het hoogste, die sla je over. En dan staan daar voor, ja, dat is de hoogste. Ja, ik zeg al, heel uniek. Wij komen hier vanavond op eigenlijk het laatste adresje, om nog even te filmen. En er zijn gewoon 5 meiden die thee aan het drinken zijn. Dat is ook apart, Willemien. We'll be right back.
leven draait er vaak alleen om centen. De mensen kijken wat een ander heeft. Waar het in leven toch om draait. Geef me maar een ons geluk, dat is meer dan een pond goud. Pas er wel voor op dat je geen luchtkastelen bouwt. Want het leven duurt maar even. Alles gaat zo weer voorbij. Geef me maar een gulle lach, dat maakt mij miljonair. Hier in de schuur bij carnavalsvereniging Lichtelijk Zat. Hoe lang bestaat Lichtelijk Zat al dan? Vanaf vorig jaar. Vorig jaar was het eerste jaar. Hoe komt dan de naam Lichtelijk Zat? Dat weet ik niet. Zijn jullie daar, Martijn? Ja, dat zijn we, ja, dat klopt. Inderdaad, Willy. Maar drinken jullie dan zoveel of? Nee, gewoon moest een naam verzinnen, ja. Moet toch iets, hè? Zo zeg. Toen kwam de naam Lichtelijk Zat tevoorschijn. Ja, inderdaad. Het was eigenlijk het eerste wat in ons opkwam, bijna. Dat bij hun wel, hè? En dan ben je 5 dagen? Lichtelijk Zat. Hé, hey, jullie hebben een wagen gebouwd, Peter. Ja, een wagen, een auto. Maar je weet toch dat gemotoriseerd verkeer niet is toegestaan, hè? Ja, we zitten gemotor in, wat vooruit geduwd, hè? Met onze trekstang. Oh, dus het hoeft niet te disqualificeren of zo? Nee, dat hoeft niet. Hé, hey, waar stelt het eigenlijk voor van de wagen? Ja, eigenlijk een Hummer, maar dat lijkt eigenlijk niet echt op. Ja, een beetje een safari jeep. Het is gewoon een... Een nieuwe auto, hè? Hoe noemen ze ook weer, hè? Op die autobeurs? Concept ja. Conceptcar, ja. Conceptcar. Ja. Maar heb je er ook al een zin bij gemaakt of zo? Ja, hoe was je weer? Van, dit jaar smaakte het bier in de bouwschuur veel te goed. Daarom is de wagen niet zoals hij zijn moet. Dus jullie hebben ook meteen een grandioze show voor de wagen. Ja, een grandioze show, hè. Kijk dan. Wij kunnen een verrassing van de optocht worden. Het gaat om dat we meedoen, we maken plezier. Dat is heel belangrijk. Ah, misschien dat we volgend jaar wel een grotere wagen maken, maar als we plezier hebben en een fles bier in onze handen, hebben wij het wel gezellig. Hey jongens, ik wil eigenlijk even vragen, hebben jullie ook beweging in de wagen? Ja, meneer Veld zal hem demonstreren. Nou, daar komt-ie. Ze hebben nog iets. We kunnen onder de wagen, maar we moeten even allemaal aan de kant gaan staan, want het kan nog wel gevaarlijk zijn. Hij gaat weer met de wiel van de grond als ze willen. Wow, nice. Goeiedag, daklossies en guppenkappies van Nederland. Klubke, een grotsch klubke. Nou, ik moet zeggen, net met de longtrappers en zo, die al zo lang bouwen. Daar heb ik wel echt respect voor, hoor. Ja, dat is meer uit respect, maar... En op zich, ja, het is ook een gezellige club, dus... Deur dames wil ik hier hebben. Ja, die bouwen nog een wagen, dus... Die gaan die over de bierveldjes heen, hè? Ja, dat klopt, ja. 34 wagens. 34 wagens, Durm. Ja, dat is dat blijft een moeilijke vraag. Ik denk dat er gewoon heel veel mooie clubjes zijn. Maar misschien dat er een uitspring qua bouwstijl, of misschien een paar van die lekkere meiden rondlopen of zo. Ja, knap lelijk dan, hè? Knap lelijk, ja, kijk. Ted, op wie ben ik gerutst? Malen van jullie mam. Die dag. Ja, naam, hè? Is Jessica. Jessica. En uw kippen. En uw kippen, ja. Ik heb mijn kippen. Op wie ben ik nou, Grutsch? Ja, dat is een goeie. Johan. Ja, op iedereen in mij in de buurt, zeg maar. Gewoon, Iedereen bij jou in de buurt. Maar goed, je kunt ondertussen natuurlijk mijn spreuk dromen, denk ik, of niet? Het nou niet, daar kunnen Gruts op zijn. Ja, daar sluit ik me eigenlijk heel graag bij aan. Hé, maar buiten het nou niet. Op welk ander clubje ben jullie Gruts? Graai. Dat is een heel goeie. Ik denk toch wel, je weet uit nooit. En waarom? Jammer dat ze jou niet bouwen. Toch een mooi clubje. Heel gezellig, mooi stijl, heel gezellig club. Op de gezelligheid binnen de sfeer. En dat we met een paar jongens wel een wagen kunnen bouwen. Zonder jongens wel een wagen? Ja, een paar jongens? Met een paar jongens, ja, dat is knap. Vorig jaar was er ook een clubje. Dat dit jaar niks af gaat breken.
Daar zijn we dan ook gerust op als dat niet gebeurt. Want wie krijgt er dan de schuld? Die jongens. Er kunnen gruts op zijn of zoiets, zoals nou? Het Moesland, daar kunnen gruts op zijn. Maar op wie ben jij gruts? Ja, eigenlijk toch wel merendeels aan onze groep. Ja, wie ben ik trots? Ja, op onze groep en dat we zo'n mooie wagen kunnen bouwen. Op wie ben jij gruts? Dat is paps, mam. Moesland, daar kunnen gruts op zijn. Waar ben ik jullie gruts op? Ja, ook op Moesland. Ook op Moesland. Zal iedereen wel zijn. Haske, op wie ben jij gruts? Ik op onze prins, hè. Daar ben ik heel gruts op. Ah, nou, noem je niet de slijm, Hans. Nee. Acht, op wie ben ik gruts? Op onze prins. Ach hoor. Nou, daar voel ik me eigenlijk helemaal vereerd. Nou, ik ben eigenlijk, ik ben gruts en schooikenaar op de carnaval. Want in feite is ik maar één ding waar eigenlijk ik promoot. En dat is de carnaval. Want ik zou anders niet weten. Als wij aan de kant van een bos komen, dan zeggen ze van Schoik, wat lit dat? Nou, en dat is het enige wat ze ooit zeggen van, dat is, hebben ze een schitterende optocht. In de boodschuur bij Gekund, Mewa. Wanneer ben je begonnen, Maarten? Even kijken. Drieënhalve dag geleden nou. Ja. Ja, we hebben vorige week zaterdag de wagen erin gezet. En ja, het hebben we eigenlijk dag en nacht doorgedaan. Dus. Wie bedenkt die mooie kleuren nou? Ja, dat is eigenlijk dat is Teun's werk. Jouw Teun? Ah, ze zeggen wel, dus ja, dat zal wel zijn, hè. Opvallend, die kleuren die jullie gebruiken, vind ik echt heel mooi. Ja, ja, fleurig, hè. Wij zijn van een Europijn intensief. Je kunt het zien, hè. Hey Joost, wat is het thema eigenlijk dit jaar? Ja, we doen het over de klimaatverandering. Dat steeds warmer wordt, dus we hebben gewoon met palmbomen, zon erop. Achter een vrouw in het zon is, hier twee skiers of snowboard of op het water, hoe noemen we dat? Surfen. Surfers. Ah, daar ben ik allemaal niet van, maar een beetje ondergronds water dus, en een zonnetje meer naar boven erop. Dus. Is een echte fleurige wagen nog, moet ik zeggen. Wil jij deze aanbieden? Dank! Hallo! Test. 3612. Ik ben Leeuwend en wie ben jij? Ik ben Twan van Heijden. Hey Twan, hoe is het met jou? Goed. Ja, mooi zo. Loopt hij al? Hij loopt nog niet. Oh. Nou wel. Weinig kans doet dit jaar gewoon weer mee. Niet veel, maar ze hebben wel gebouwd, Twan of niet? Ja, zeker. Met een paar man, maar liefst. Hoeveel? Ik denk 4. Dat er geweest is. Hier staat mijn bier. Maar je had ook volgens mij druk met iets anders, of niet? Ja, ik heb inmiddels ook weer een dochter gekregen, dus... Hoe heet ze? Dana. Nou, dat is mooi. Dus we hebben weer een klein lid van Weinig Kans erbij. Ja, en nog een tweede. Dat is hier langs van bij Pieter Voet. Die hebben ook een dochter gekregen. Ook een dochter? Ja, en die is nu denk ik anderhalve week oud ongeveer. Hier zijn nog twee meer zwanger, dus... Dat schiet op bij onze club. Wat. Ja, dan is het druk zat. Maar dan wordt er dus in ieder geval aan de toekomst van Weinig Kans goed gewerkt. Kun jij iets uitleggen over het idee en de slagzin en al dat soort dingen meer? Nou, slagzin is simpel. Dus 1, 2, 3. Ja, daar worden wij niet. Kijk, dan hebben we eigenlijk een... Ja, hiervoor is een plateau, dat zou eigenlijk een podium worden, maar daar hebben we nou gewoon als platte wagen. En dan komen dan dus de jurytafel. En dan doen we dan een vijftal personen gaan daarachter staan met bordjes van 1, 2 of 3. En nou, die kop, ja, dat kunnen zo bijna, dat moet ik maar even filmen. Ja, maar dat is dan in ieder geval met een hoge hoed en dat is dan een jurylid en de lijf ervan. En die komt daarop. En dat was het wel. Dit is
mijn plek, hier staat mijn bier, hier komt mijn bloed vandaan. Het is te gek om hier te zitten, je mag ook staan. Zelfs als het regent en het is leven, geen wijn om bier te krijgen. Ja, en dan zijn we vanavond in de bouw bij de deurdouwers die hier in Schaft zitten. Die schaften meer dan dat ze bouwen, maar dat is de ervaring gewoon 34 wagens. En dan heb je ervaring dat je ook weet wanneer je pauze kan houden en wanneer niet. Of niet ook? Zo is dat. Helemaal volkomen gelijk. Hier worden de plannen gesmeten in de hok. De gekste dingen komen naar Vuurdam. En het resultaat zie je dadelijk door. En wat voor plannen zijn het dit jaar? We gaan naar de tap toe. Dus dat kunnen we op twee manieren opnemen. Dus naar de tap toe. Dat wil zeggen, vroeger die kennen wel die evenementen, die muziekinstrumenten van de fanfares allemaal. En we gaan naar de tap toe een putje bier vatten. Dat kunnen we ook heel goed. 34ste wagen? Ja, 34ste wagen. En wie weet wat er nog komt. Dat is de eerste club in het Moesland die 34 wagens gebouwd. Zijn jullie... Dat was ons hoofddoel. Dat we dus een record neerzetten. Hè? Ja, ja, ja. En zal er dan nog ooit een club komen die jullie in kan halen? Ja, Leonard, dat is moeilijk te zeggen, maar het is een hele opgave. Want we hebben het dan 34 jaar volgehouden, maar het is toch... Het is toch een heel ongeval, maar ja, het begint er en het gaat goed en het is gezellig en nou, de gezelligheid, dat is het voornaamste. En als dat leeft onder de club, ja, dan is het bouwen eigenlijk toch niet zo zwaar als... Het kan natuurlijk niet waar zijn in de Moeslandse optocht dat het ooit de Moeslandse optocht komt zonder deurdouwers. Want de meeste mensen die weten het niet beter. De deurdouwers zijn er altijd bij. Ja. Nou, we hebben hier ook al een beetje lopen ouwe hoeren van. Het kan best zijn dat we daar een keer wagen bouwen. Dat we onze rollator hierbij hebben. Daar hebben we het over gehad. En dat we de rollator eerst aan de kant zetten en dat we toch iets gaan bouwen. Niet in de eerste schuur. Dus dit is een oproep voor een bouwlocatie in het Moesland, begrijp ik. Voor een nieuw bejaardentehuis met een grote bouwschuur. Ja, eigenlijk wel. Zo moet het eigenlijk zien. Ja, zo moet het zien. En misschien dat de stichting, in plaats van een nishut voor de jongere clubjes, misschien ergens een nishutje neerplant voor de bejaarden. Nou, voor mij. Kut. Stoppen. Stoppen. Willemien, de tijd is om. Ja, kappen nou. Ja, oprot, kom op. Kat! Ja, over en uit. Tot volgende keer.